De dalende trend op de COVID-19 dashboard zet zich voort. 4,5% van de mensen die tot kort voor de opnames van dit journaal getest zijn, zijn positief bevonden. En volgens het percentage die de Wereldgezondheidszorg, de WHO, hanteert, boeren we goed. En daar is ook de minister van Volksgezondheid tevreden mee. Welkom in het COVID-19 journaal. Op de eerste werkdag van de volgende week kunnen de eerste vaccins worden toegediend. Maandag 22 februari is volgens de minister van Volksgezondheid de streefdatum om het eerste COVID-19 prikje te geven. Donderdag begint de landelijke COVID-19 vaccinatiecampagne, zegt minister Umar Ramadien. We zijn nu in de startblokken van de vaccinatiecampagne. We hebben vorige week ervaren de aankomst van een partij vaccin uit Barbados van het merk AstraZeneca, die gedoneerd was door India. En ik mag u zeggen dat de vaccins goed opgeslagen zijn in een verantwoorde faciliteit. En we hebben dus nu het plan om deze week eigenlijk de zaak goed voor te bereiden, uit te rollen. Het wachten was op de goedkeuring van de WHO voor het gebruik van deze vaccins. U weet, dus de regering heeft gezegd, we gaan alleen door de WHO goedgekeurde vaccins toedienen aan de mens. Andere landen zijn overgegaan tot het toedienen zonder te wachten op de goedkeuring. Wij hebben gezegd, nee, we gaan wachten op de goedkeuring van de WHO. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden, dus u begrijpt, er gaat een kleine gap zijn, kleine delay, vertraging, omdat we nu in rap tempo proberen de locaties waar gevaccineerd gaat worden, de mensen die getraind moeten worden, de communicatie met de frontlinie, het communicatieplan, dat alles wordt nu uitgestippeld en de verwachting is dat wij, als het goed is, op zo'n vroegst op de eerste werkdag van de volgende week de eerste vaccins zullen toedienen. Belangrijk is te weten dat kwetsbaren en zorgwerkers als eersten worden gevaccineerd. In dit COVID-19-journaal onthult onze gezondheidsminister ook het nieuws dat er any minute 50.000 vaccins in ons land worden verwacht. We hebben de komende week, dus de komende dagen nog, de komende twee weekdagen nog intensieve voorbereiding in de ziekenhuizen om de communicatie met de frontliniewerkers op te starten. En te intensiveren. Aan de andere kant hebben we plannen om in het weekend een drill te houden in verband met de vaccinatie. We zijn drukdoende deze voorbereidingen te treffen, omdat wij de eerste werkdag van de volgende week van plan zijn om de eerste vaccinaties toe te dienen. Die communicatie naar de samenleving zal nog op vrijdag aanstaande plaatsvinden. En we hopen dan dat wij met het vaccineren de start kunnen hebben van een zekere mate van bescherming van onze samenleving. We gaan beginnen met de frontliniewerkers. Er is een vaccinatieplan die op donderdag 18 februari wordt gepresenteerd aan de regering. Ik hoop dat het COVID-journaal ook dat kan vastleggen. En dat wij duidelijk zullen aangeven welke groepen geclassificeerd zijn in welke volgorde. Dat is niet zomaar, dat is een bepaalde gedachte daarachter. Dus als u gezond bent en u bent onder de leeftijd van 60 jaar, dan zult u eigenlijk nog niet worden opgeroepen om te vaccineren. Zo moet u het zien. We werken met de meest kwetsbare groepen eerst, de risicogroepen, en dan gaan we verder naar de steeds gezondere populatie. En dat is de gedachte. En het heeft niets anders te maken met het feit dat we bij COVID zien dat juist de kwetsbare groepen en de risicogroepen eerder complicaties krijgen bij COVID-19 en makkelijker sterven. Dus je wil die mensen allereerst beschermen en daarna ga je langzaam over naar die gezonde populatie. Dus het kan een poos duren, ik snap het. Waarschijnlijk zal het gros van de Surinaamse samenleving nog niet eens merken dat we vaccineren. Maar ik mag u wel zeggen,
we gaan zo spoedig mogelijk starten. We hebben die 1000 doses uit Barbados gehad van AstraZeneca. Ik mag hier verklappen dat wij op zeer korte termijn ook rechtstreeks vanuit de Indiase overheid een partij dosis AstraZeneca als grant krijgen. Dat gaat om 50.000 doses. En wij krijgen die op zeer korte termijn. En dan gaat het proces gewoon door. Dus de 1000 betekent 500 personen die gevaccineerd kunnen worden. Terwijl we bezig zijn, hopen we dat de lading binnenkomt en dat we gewoon feilloos kunnen doorgaan. Over de details, waar er gevaccineerd gaat worden en hoe er gevaccineerd gaat worden, wat de voorbereidingen zijn, wat u moet doen, wie niet en wie wel mag. Dat zal in een intensieve voorlichtingscampagne goed worden doorgecommuniceerd met de samenleving. En ik vraag de samenleving nogmaals om zich aan de maatregelen te houden, want gevaccineerd zijn alleen betekent nog niet dat je zonder masker mag lopen. Betekent nog niet dat je geen social distance moet houden en betekent nog niet dat je je handen niet moet wassen. Die zaken gaan gewoon door moeten gaan. Het is eenmaal zo, de studies wijzen ook uit dat vaccinaties niet 100% effectief zijn, maar wel een belangrijke mate van effectiviteit kunnen bieden. Er zijn zelfs nu geluiden en indicaties vanuit de CDC dat double masking wordt geadviseerd. Dat betekent dat mensen dus die triple mask, een dubbele triple mask moeten opzetten voor een betere bescherming. Er wordt zelfs geadviseerd dat die openingen aan de kant van die masker ook toegang biedt tot het virus en dat je dus extra moet gaan binden voordat je het aantrekt. Dat zijn allemaal zaken die we ook nog zullen zien in de komende tijd. Maar we moeten zo snel als mogelijk voor de bescherming gaan. En ik roep de samenleving op om gehoor te geven aan de oproepen van het ministerie. In ieder geval. En we hebben in het programma niet zomaar een prikje. Er zullen meer van deze programma's komen. Maar niet zomaar een prikje. Op maandag op de STVS om 17:30 met de dokter, dokter Vrieden, die daar uitleg geeft en de samenleving in de gelegenheid is om daar vragen te stellen. Uiteraard gaat u op meerdere manieren in staat zijn om vragen te stellen. Vanuit onze gezondheidsautoriteiten staat reeds een hele operatie in de startblokken in het kader van deze nationale COVID-19 vaccinatiecampagne. Vanuit het zenuwcentrum van de campagne bij het BOG krijgt u van Dr. Dinesh Gokul alvast wat belangrijke details over de vaccinatie die eraan zit te komen. We hebben het inmiddels over een indrukwekkende uitvoeringsoperatie die maandag begint. Ik ben Dinesh Gokul, ik ben manager van het Nationaal Immunisatieprogramma en ik ben ook recentelijk geïnstalleerd als lid van het Nationaal Adviescomité die zich bezig gaat houden met het vaccinatiebeleid ten aanzien van COVID-19. Tegelijkertijd zit ik ook in het Nationaal Coördinatieteam en ik ben de trekker bij de Quick Response Team voor het vaccinatiegebeuren rond COVID-19 vaccin. Vaccinatiegebeuren is, we zijn blij dat we dus daarmee van start kunnen gaan met het vaccineren, maar dat gaat niet gewoon zomaar. Daarvoor zijn er dus een aantal voorbereidingsactiviteiten nodig. Bij de voorbereidingsactiviteiten moeten we gaan kijken op onder andere naar de opslag van het vaccin dat gaat aankomen. We moeten kijken van hoe gaan we dat allemaal distribueren. Maar ook bij het toedienen wanneer dat vaccin aankomt op zo'n vaccinatiepost willen we ook dat de mensen die daar aanwezig zijn en die hun werk gaan doen, het werk gaat verzetten om de mensen te vaccineren, dat dat ook zo adequaat en zo vlot mogelijk verloopt. Daarvoor zijn er dus in dit kader eigenlijk zijn er dus trainingen georganiseerd die komend weekend al van start gaan, vrijdag, zaterdag en zondag. En de trainingen trekken door maandag en dinsdag. De trainingen worden digitaal verzorgd met de mogelijkheid dat de mensen, die de healthcare workers, de gezondheidswerkers die gaan vaccineren, de tools aangereikt krijgen, de kennis, de vaardigheden en de mogelijkheden om zich een beetje weer te refreshen in wat er allemaal nodig is bij het vaccinatiegebeuren. Ja, we willen dat het geheel succesvol is. Dus iedereen heeft een bijdrage te leveren. En als iedereen weet wat hij of zij moet doen,
dan gaat het zeker tot een succesvol geheel zijn. Voor elke ziekenhuis zijn er dus 2 tot 3 mensen afgevaardigd. Nu in deze eerste ronde van vaccinatie hebben we dus gekozen om te beginnen bij de ziekenhuisinstellingen. We gaan beginnen in het academisch ziekenhuis en van elke ziekenhuis zijn er 2 tot 3 mensen afgevaardigd die dus de trainingen gaan volgen. Maar er zijn dus ook mensen die hun kennis, hun kunde ook gaan tonen. We hebben dus in deze groep een infectioloog die ons helpt om de modules die ontworpen zijn aan de hand van richtlijnen van de WHO die internationaal worden gebruikt. Deze modules een beetje weer te screenen en gaan kijken in onze Surinaamse setting als we daadwerkelijk dat alles kunnen toepassen. Het gaat om 6 modules waarin de gezondheidswerkers een korte introductie krijgen over het vaccin, over de mogelijkheden welke vaccins we allemaal kunnen krijgen hier in Suriname, wat de kwaliteiten zijn van het vaccin, wat bekend is erover, een korte fact sheet, weet je, de kennis die erover bekend is. En waar we dus ze moeten opslaan, op welke temperaturen, want vaccins zijn heel gevoelig. Ze zijn temperatuurgevoelig en lichtgevoelig, dus je moet ze zodanig opslaan dat ze dus niet beïnvloed worden door die omgevingsfactoren. Het AstraZeneca-vaccin bijvoorbeeld is een vaccin dat opgeslagen mag worden tussen 2 en 8 graden. Net als de gebruikelijke vaccins die bij ons nationale immunisatieprogramma, ons kinderprogramma. Dus dat baart ons dan geen zorgen. Maar ja, je hebt een ander vaccin, bijvoorbeeld het Pfizer-vaccin. Dat moet worden opgeslagen bij min 70 graden. Gemiddeld min 70 graden. En daar moet je dus weer wat andere, met andere factoren rekening houden om, voordat je de mensen gaat vaccineren. En de gezondheidswerkers, de mensen die gaan vaccineren, moeten dit gedeelte ook weten. We praten nu grotendeels over AstraZeneca. We zijn blij dat we dus 1000 doses aan AstraZeneca als gift hebben gehad van de regering van Barbados, als gift. En dat we daarmee alvast 500 gezondheidswerkers kunnen garanderen van 2 giften van het vaccin, zodat ze volledig gevaccineerd zijn. Dat vaccin, ik zei al, dat vaccin wordt opgeslagen bij 2 en 8 graden. En het moet ook onder die condities getransporteerd worden naar de plek waar het zal worden toegediend. En al dat alles moet onder die eisen van de temperatuur bewaard blijven. Ter plekke gaat het vaccin dus opgetrokken. Het gaat om flaconnen. Het gaat dus om buisjes waarin er 10 doses zitten. Uit een buisje kunnen dus 10 mensen gevaccineerd worden. Elke keer wordt dan 0,5 milliliter opgetrokken uit een buisje en dat wordt dan toegediend. Maar het is niet vanzelfsprekend dat de gezondheidswerker gewoon dat buisje neemt. Er zijn dus wat voorbereidingsactiviteiten. Tijdens de trainingen krijgen dan de gezondheidswerkers dan dit alles mee. Wat wordt van hen verwacht? Hoe moet zo'n een vaccinatiepost eruit zien? Worden veiligheidsmaatregelen moet je dus in acht nemen. Mohana, mondkap op, weet je, handen wassen. Alles moet dus in acht zijn. En je moet de stoelen waar de mensen gevaccineerd worden ook op een bepaalde afstand, zodat we die afstand, de social distancing, kunnen houden. De mensen moeten ook goed ingelicht worden. Voordat we gaan vaccineren, gaan we ze ook screenen. Want als iemand bijvoorbeeld koorts heeft, kan die persoon niet op dezelfde dag gevaccineerd worden. Maar dan krijgt die persoon wel een afspraak om later gevaccineerd te worden. Er is dus zo'n screeningslijstje dat doorgenomen wordt. En de gezondheidswerkers moeten ook weten hoe ze dat moeten invullen. En hoe ze dat eigenlijk aan de mensen moeten vragen. Natuurlijk verwachten we ook dat mensen die komen vaccineren, de gezondheidswerkers, ze zitten in het veld. Redelijk wat, maar ze zullen ook met vragen zitten. En de mensen die ze ontvangen, moeten die vragen kunnen beantwoorden. Ze moeten weet hebben over het vaccin en over hoe en wat verder. De mensen krijgen dus daarover die training en ook het gedeelte waarbij voorbereid wordt om het vaccin toe te dienen. Dat wordt ook aan zich uitgelegd. En bij elk vaccin heb je zo dat er dus
minimale bijwerkingen kunnen optreden en hoe die gemeld zullen worden, hoe die in kaart worden gebracht. Er wordt ook geregistreerd wie dat vaccin heeft gehad en wanneer die persoon terug moet komen voor de tweede dosis. De tweede dosis van het vaccin moet toegediend worden binnen 4 tot 12 weken. Dus je hebt een speling van 4 tot 12 weken om het vaccin toe te dienen. Je kan ervoor kiezen om het direct binnen die 4 weken te doen, na het eerste gif dat je dan ervoor kiest. Er zijn daar overal afspraken gemaakt en we gaan ervoor kiezen om de mensen toe te dienen op een bepaalde tijdstip, om die speling. We verwachten ook dat er dus nog 50.000 vaccin beschikbaar wordt gesteld. En als die komt, dan hebben we dus meer ruimte. Als een vaccin pas ontwikkeld wordt, moet je rekening houden dat de houdbaarheid vaak niet lang is. En als dat vaccin komt, moet je dus binnen de term, weet je, binnen de tijd dat je hem kan gebruiken, zoveel mogelijk gebruik maken dat je hem niet gaat verliezen, dat er dus de tijd nadert dat hij vervallen is. Daarmee moet je dus allemaal rekening houden. Dus de speling, we hebben ervoor gekozen om de tweede dosis binnen die 12 weken te geven. Niet minder belangrijk nieuws is dat de positivity rate van Suriname zich stabiliseert rond de 5% van de afgenomen swabs. De weekend lockdowns hebben gewerkt. Tot deze conclusie komt biologie-topman en lid van het OMT, epidemioloog Rajesh Ori. Maar hij waarschuwt ondanks de daling in het aantal nieuwe besmettingen dat we allemaal wel voorzichtig en alert moeten blijven. We hebben de laatste dagen gezien dat het aantal cases behoorlijk omlaag zijn gegaan. We hebben nu zelf gisteren ook binnen 2 dagen al beneden de 10 cases. Wat we hebben gemerkt is, net als bij de eerste golf, dat 2 weekend lockdowns die werken. Na die weekend lockdowns hebben we steeds dat de cases omlaag gaan. We hebben deze keer ook hetzelfde gezien, dat kan geen toeval zijn. Dat na 2 weekend lockdowns, beide keren aantal cases drastisch zijn afgenomen. We zijn nu op 5 punt, ietsje meer dan 5%. Ietsje meer dan 5% van aantal testen dat positief zijn. Het zou misschien kunnen, maar veel lager ga je niet kunnen. Het gaat een heleboel zijn. Het moet gebeuren dat we 0 hebben. We gaan zeker 1 cases hebben. Dat is de vorige, bij de eerste golf, toen we minder cases hadden. En dan ga je krijgen, dus dat je bepaalde dagen misschien 0 gaat krijgen, maar de andere dagen wel 5 en 4. Zolang het beneden de 5% blijft, is belangrijk. En voor ons is het ook belangrijk om, zolang we in single digits blijven, dus beneden de 10. Ja, er zijn genoeg mensen gisteren getest. Er zijn 200 samples ongeveer geproces. Dat is wel veel. De positivity rate geeft je al een indicatie als er genoeg mensen komen. Het was dichtbij ietsje meer dan de 5% en dat geeft aan dat er genoeg mensen komen testen. Ik ben zeer tevreden met de daling van de cijfers. We hebben gisteravond een daling gezien en een aantal van 4,5%. Dat is verrassend. En het is niet op basis van een aantal van 20 testen. Het zijn 202 testen die zijn uitgevoerd. Dat geeft aan dat 1. Onze maatregelen effectief genoeg zijn. 2. De maatregelen niet alleen, maar ook committeren aan de maatregelen. Dus trouw zijn aan de maatregelen. En de samenleving heeft weer getoond zich te kunnen houden aan de maatregelen. Onze weekend lockdowns hebben dus wederom ook hun succes getoond. We hebben enige mate van versoepeling doorgevoerd. De effecten van deze versoepeling zullen niet nu, maar volgende week merkbaar zijn. Als we die stabiliteit in daling kunnen behouden, dan gaat het goed. En intussen gaan we opstarten met het vaccineren en hopen we gauw effecten te merken. Vandaag vond op het ministerie van Bibus de overhandiging van PPE-materialen voor de gezondheidszorg in strijd tegen COVID-19. De overhandiging vond via een virtuele sessie tussen Suriname en de Israëlische regering plaats op het departement van minister Ramdin van Bibus. Wij hebben vandaag een donatie mogen ontvangen van de Israëlische overheid richting de Surinaamse samenleving. Het gaat in deze met name om beschermingsmiddelen in de strijd tegen COVID-19, de welbekende PPE. Personal Protective Equipment. Het gaat in deze om specifiek te zijn om een grote bezending, 63 dozen met 100.000 chirurgische maskers, 4.600 shoe covers, 4.600 surgical caps, 1.000 surgical gowns, 5.000 KN95 maskers en 20 oximeters.
Dit is, naar mijn mening als minister van Volksgezondheid, een enorme ondersteuning in de strijd tegen COVID-19. We zijn in de tweede golf, weliswaar nemen de gevallen af, daar zijn we allemaal blij mee om. Maar bescherming zal ondanks afname van besmettingen een cruciale rol zijn in de strijd tegen COVID-19. U weet, iedereen focust zich nu op vaccins, maar het enige bewezen middel en het enige bewezen methode om geen COVID-19 op te lopen is persoonlijke bescherming. En dat doe je door een mondmasker op te zetten, je handen te wassen en afstand te houden. Dat zijn drie simpele maatregelen om in elk geval jezelf te beschermen tegen COVID-19. En het woord beschermen is heel belangrijk, omdat ook in de frontlinie, in de setting van het ziekenhuis en behandeling bij verzorging van patiënten, etc., onze healthcare workers bescherming nodig hebben. We kunnen de mensen vaccineren, maar we sturen ze niet zonder bescherming het veld in. Dus de bescherming gaat moeten doorgaan. En in deze donatie zit er veelal beschermingsmiddelen. En dat zal ongetwijfeld door moeten gaan. Zeker 2021 nog, 2022 nog. Tenzij er duidelijke indicaties zijn en ontwikkelingen zullen ontstaan. Die ook de verspreiding van het virus van persoon tot persoon door vaccins op een gegeven moment geremd kunnen worden. Dan zou je pas kunnen praten over het eventueel niet meer opzetten van een masker. Maar zoals de signalen nu zijn en de indicaties, zullen we het masker voorlopig nog moeten blijven ophouden. En dat was het weer voor het journaal voor vandaag. Rest mij u nog een genoeglijke avond toe te wensen en blijft u ten alle tijde voorzichtig in alles dat u doet. Goedenavond.